Ondanks dat traditiegetrouw de paasvuren in Holten om 9 uur 's avonds worden ontstoken, steken ze in Dijkerhoek de paasbult een uur eerder aan. Daarmee volgt de organisatie de concurrent uit Espelo. Het paasvuur wordt wel op dezelfde plek ontstoken, namelijk aan de Boerendanssteeg. Met de vervroegde aansteektijd moet het evenement aantrekkelijker worden voor de jeugdige toeschouwers. Mede doordat Pasen dit jaar relatief vroeg valt, past dit prima in de jarenlange wens van de organisatie. Nu kunnen kinderen langer genieten van het vreugdevuur. In Holten strijden al jarenlang verschillende buurtschappen om de grootste en mooiste boaken. De grootste van Holten betekent ook automatisch de grootste van Nederland. De afgelopen 2 jaar won Espelo de strijd. Daarvoor won Dijkerhoek 4 maal. Mede omdat dit jaar Espelo bij winst de wisselbeker mag houden, is Dijkerhoek vastberaden. De grootste staat dit jaar in Dijkerhoek.